Ik sta hier tussen de mooie hortensia's bij Master Growers en Robin staat hier naast me. En mijn eerste vraag aan jou is, op welke oplossing op het gebied van hands-free growing ben jij nou het meest trots? Het zijn er eigenlijk twee, maar ik denk het meest trots is eigenlijk de logistieke oplossing tussen de diverse locaties die we hebben. Vroeger gingen we heel veel met karretjes heen en weer rijden, planten op elkaar, heen en weer rijden, van elkaar. En al die afdelingen hebben we nu kunnen koppelen, zelfs met een weg erdoor. Dus, Daar ben je wel trots op dat veranderd is. Dat heeft ons het meeste opgeleverd qua rust. Ja. En als je nou kijkt op het gebied van automatisering, zijn jullie dan een innovator of zou je jezelf meer als volger benoemen? Ja, ik kan niet zeggen dat wij een innovator zijn. Misschien willen het wel zijn. Ik denk dat we een beetje tussenin zitten, tussen volger en innovator. Ja. En een afleversysteem of automatisering is in het begin natuurlijk best wel een hele verandering. Ja, ik ben wel benieuwd als jij nou een tip mag geven aan andere collega's in binnen- en buitenland. Welke tip zou je dan geven aangaande automatisering? Ja, de beste tip die ik kan geven is als zo'n systeem net staat, zeg maar, er zitten allerlei knelpuntjes. En die knelpuntjes die haal je het makkelijkst naar boven door je personeel erbij te betrekken. Dus wij hebben voor een methodiek vanuit Lean gekozen, waarbij we dagstarts maken met de mensen. En elke dag dan keken we van, hoe ging het gisteren? Wat ging goed? Wat ging fout? Wat kunnen we verbeteren? En die verbeterpunten ook gelijk beetpakken. En dan zie je dat je heel snel sprongetjes maakt naar betere prestaties. Ja, ja. Waar droom je nog van als het gaat om hands-free growing? Dat is misschien eerder voor de andere locatie waar we kleine potjes op tafel stelen. Een afleversysteem zoals we dat hier hebben, maar dan voor kleine potjes. Ja. En dit was het voor vandaag. In de volgende Growers Tech Talk neem ik jullie weer mee naar een hele andere mooie klant van WPS.